Oh ja, dit is heel goed. Kijk, dan valt er iets te praten. Want dat is vaak het probleem, hoor, als mensen dement worden. Er zijn veel vragen over. Mensen krijgen ermee te maken. Hè. Dementie wordt een hele grote volksziekte. En je krijgt daar ook mee te maken in Nederland als mantelzorger. En dan heb je behoefte ook aan informatie. Kijk, in het begin dan... Het duurt even en dan denk je, hey, zou ze dement zijn? Maar je weet helemaal niet wat het is, dementie. Op een gegeven moment had ze de afzuigkap in de fik. En ze liet het gas openstaan. Dus in het begin is het paniek en bezorgdheid. Maar er komt ook heel veel emotie bij kijken. En je ziet aan deze kant van de kast dus de boeken. Met verschillende soorten. Natuurlijk ook de Hugo Borst, de belangrijke boeken, zelfs bekende boeken. Maar er staan bijvoorbeeld ook fotoboeken in met foto's van vroeger. Dus dat is heel verschillend wat daarin staat. Maar we hebben aan die andere kant van de kast een hele leuke kant. En daar staan allemaal spellen in. Die je dus gewoon kunt lenen bij de BIEB. En dat zijn spellen voor mensen met dementie. Die je dus kan doen met iemand samen. Of als mantelzorger met je partner samen die de ziekte heeft. En het zijn allerlei spellen ook om je geheugen te trainen. Nou, bijvoorbeeld zoals dit Blik op vroeger. Dat is een spelkaarten met vragen. Waarmee speelde je thuis als kind graag? Dan komen er eigenlijk allemaal weer herinneringen boven. En dat is de bedoeling, om die herinneringen levendig te houden. Dat is een hele mooie, maar ook bijvoorbeeld grote puzzelstukken. Dit is met volwassen afbeeldingen en dat spreekt dan toch meer aan. Het is een heel mooi item om mensen met dementie toch nog te betrekken. Maar ook het nog zo lang mogelijk samen dingen kunnen ondernemen. Dat is denk ik wel heel erg belangrijk in de thuissituatie. Ik was dus haar dochter, maar op een gegeven moment was ik haar zus. En toen was ik haar moeder. En op laatst kenden ze me helemaal niet meer. Dus die zit eigenlijk in een rouwproces. Van afscheid nemen van degene die het was. Ik stond er echt, had ik het gevoel, alleen voor, ja. Want ik zocht de informatie. En dan ga je naar de bibliotheek. En dan, ja, dan moet je dus al woorden hebben waar je op zoekt. Dementie, maar verder kom je al niet. Dus daar stond helemaal niet zoveel. Nu kun je daar gewoon naartoe lopen. Er staat een heleboel. En dat helpt enorm. Ik ben blij dat dit soort dingen er nou zijn. Ja. In de grote huiskamer van de zorginstelling wijst mijn moeder me op een schilderij met een wit boerderijtje erop. Daar heb ik gewoond. En mijn vader en moeder wonen er nog. Het ligt aan het spoor en in het heideveld erachter mocht ik mee met de schaapherder. Ik zie aan haar glimlach dat haar vroege jeugd mooi geweest moet zijn. Dan betrekt haar gezicht. Leven mijn vader en moeder nog? Het is een vraag die steeds terugkeert. Als ik ja zeg, lieg ik. En als ik nee zeg, gaat ze huilen. En is ze verbaasd dat niemand haar dat gezegd heeft. Ik hou het zo neutraal mogelijk met dat we niet het eeuwige leven hebben. Dat kan ook, zegt ze. Het is haar standaard uitdrukking als ze beseft dat ze de zaak niet meer op de rij heeft.